Welkom terug hier op Vestrock Cruises deel 4. En vandaag op de eerste dag van Vestrock. Ja, we mogen weer na 2 jaar... Nou, laten we daar niet te veel op terugblikken, maar we mogen weer. We mogen weer samen zijn, we mogen weer lol maken, we mogen weer genieten van geweldige muziek. En dat doen we ook vandaag hier op het water. Met de 4e sessie van deze eerste festivaldag. J.B. Meijers is de gast. En we hebben een aantal liefhebbers van zijn muziek van het veld geplukt. Geheel vrijwillig, zonder dwang, zonder martelmethodes. Ze zitten hier echt vrijwillig. Hebben allemaal een zwemvest om. Hebben een zwemdiploma. Kortom, er kan niks meer misgaan. Mag ik van u een warm applaus voor J.B. Meijers? J.B., Jan Bart. Ja. Jan Bart Meijers. Laten we het maar gewoon bij Jan Bart houden. Ja, een kind uit de regio. Absoluut. Hulst. Ja, niet geboren, wel getogen. In Delft geboren, geloof ik, maar denk ik al op jonge leeftijd hier opgegroeid. Ja, klopt. Mijn vader studeerde daar aan de Technische Universiteit. Allebei 6 Vlamingen, mijn ouders, van origine. Dus ik ben daar door happenstance, zeg maar, in Delft geboren, ja. Ja. Wat zijn jouw actieve herinneringen, voor zover jij nog wel actieve herinneringen hebt, aan de plaats Hulst? Oh, heel veel. Ja, ja, want ik heb aan Delft helemaal geen herinneringen. Volgens mij zijn wij hierheen gekomen. Die banden zijn natuurlijk nooit doorgesneden. Toen ik 2 jaar oud was. Ja, dus. Eerst naar Terneuzen. En wat ik me daar nog kan van herinneren is dat ik ooit een keer uit bed gekropen ben. Toen ik nog een luier droeg. Dat is een van mijn eerste herinneringen. Ik helemaal naar Tante Wil gelopen was, de zus van mijn vader. En dat heeft mijn ouders toen, denk ik, besloten om te zeggen van nou, we gaan naar Hulst terug. Maar... Ja. Je bent gelukkig niet als peuter hier in dit water beland waar je nu op zit. Nee, ik heb volgens mij ook nog nooit in dit water gezwommen of erin beland. Ik kan me voorstellen dat jij met jouw muzikale geschiedenis die je al achter de rug hebt, toch wel een keer op een boot hebt gespeeld. Zeker, zeker. Vaak. Ja, cruises en... Ja, ik had het gek niet bedenken. Ik woon lang in Amsterdam. Ik heb lang in Amsterdam gewoond. Daar heb ik veel op bootjes gespeeld. En op cruiseschepen, zoals gezegd. Ik woon tegenwoordig op Bonaire. Nou, daar is het Scheringen inslag. Dus daar word ik wel eens gevraagd van, goh, heb jij zin om mee te gaan en neem je daar mee? Dus daar is het... Dan speel ik vaker op een boot dan niet op een boot. Ja. Jemig, Bonaire, heerlijk. Ja, dat is natuurlijk ook de link met die andere man die naar de Caribe is gevlucht. Barry Hay, ja. Prachtige plaat gemaakt. Ja, 2 alweer. Moet je nagaan. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, Barry is degene die mij over de streep heeft getrokken eigenlijk. Want ik kom al heel lang op Bonaire. En 1 à 2 keer per jaar. Al 25 jaar. En ik wist vanaf dag 1 dat ik daar kwam van, goh, ik wil hier ooit wel een keer een huis of wonen. Het valt me heel erg goed daar. Toen vlak voor de pandemie zag het er allemaal heel goed uit, ook financieel voor mij. Dus toen dacht ik van, nou, het kan wel leien. Nou, laten we dat maar doen. Barry was degene die zei, ja, dat moet je gewoon doen, man. Daar krijg je geen spijt van. En toen brak de pleuris uit. Het fijne was, natuurlijk wel niet aan het toeren. En op een gegeven moment werd het allemaal heel grimmig. Heb ik het laatste vliegtuig naar Bonaire genomen. Zit je daar permanent daar? Eigenlijk wel, officieel, ja. Wat mis je dan het meest aan Nederland? Want ja, je raakt een beetje verweest van de Nederlandse muziekscene. Ja, dat valt wel mee. Ik heb natuurlijk zoveel contacten in de Nederlandse muziekscene dat ik echt wel veel werk op afstand. En zoals in de muziek, zoals overal, is het in de muziek ook zo dat heel veel online gaat. Dus ook mixwerk en opnemen en productiewerk. Het gaat best wel goed online. Ik heb dat ook gedaan omdat ik ook wel iets meer afstand wilde. Dat ik zoiets had van ja, ik wilde voorkomen dat ik alleen maar een utility was, zeg maar. Een soort Swiss Army knife van de muziek. Wat ik natuurlijk eigenlijk ben. Maar ik dacht, ik moet even oppassen, ik moet mezelf behoeden dat het niet alleen maar dat is ofzo. Dus dat was een van de redenen, En Barry heeft dat laatste setje eigenlijk gemaakt. Barry en ik hebben een paar dingen gemeen, maar een van die dingen is, ik heb last van winterdepressies. Dus zodra september voorbij is, oktober, en dat grijze luik gaat weer dicht, dan moet ik echt alle zeilen bijzetten om mentaal erbij te blijven, zeg maar. Ik ben heel lang in therapie geweest en mijn therapeut zei van, ja, je hebt een vitamine D gebrek.
het zonlicht. Ja. Dus dan beginnen ze met zonnebankjes en dat werkt heel goed. Maar nu is het zo dat ik dus zoveel mogelijk, als het hier slecht weer is, daar probeer te zijn. En, nou, dat klinkt allemaal heel erg van, oh ja, dan lig je de hele dag in het water en cocktails te drinken en zo. Ja, zo is het niet. Ik werk daar ook gewoon 12, 14, 16 uur per dag. Dus, ik zie wel dat je af en toe een zonnetje pakt. Absoluut. Ja. Hey, luister eens, Jan-Bart, volgende week vrijdag, en het is nu vrijdag, de eerste dag Vesthok, bijzondere dag. Wat ga je doen volgende week vrijdag? Want volgens mij word jij 50. Klopt, ja. Ja. Nou ja, de eeuwige jeugd vieren. Nee, maar ik weet uit ervaring, daarna beginnen de winterdepressies echt 12 maanden per jaar hoor. Is dat zo? Nou, dat weet jij uit ervaring? Ja, ik weet het uit ervaring, ja. Ja, nee, ik probeer het een beetje. Ik ben in de gelukkige omstandigheid. Ik weet dat, ik besef met ons goed dat het niet voor iedereen is weggelegd. Nee. Het heeft te maken met het feit dat het kan, dat je er naartoe werkt. En, maar ja, ook een soort van vrije geest hebt erin. Ik denk van, nou, ik ben niet aan één plek gebonden per se. Ik heb natuurlijk heel veel mijn Hulst, heel veel mijn Zeeland. Ik ben hier opgegroeid. Telkens als ik hier kom, voel ik me op een rare manier ontspannen, zeg maar. En dat zit toch wel heel erg diep. Het zit echt diep in mijn hersenstam, eigenlijk, zeg maar. En dat is bijzonder. Ja. En ik heb natuurlijk ook een band met Amsterdam. Maar ik weet niet waar het door komt, maar ik toer eigenlijk al sinds mijn 17e. Dat is best wel al lang. En toeren is gewoon een koffer met alles wat je nodig hebt, zeg maar. Een paar instrumenten. Maar alles past al mijn hele leven lang in één koffer. Dus waar ik ben, zet ik die koffer neer, boek, en dan ben ik thuis. Nou, dat is eigenlijk ook een soort luxe, dat je op die manier kan leven natuurlijk. Weinig nodig hebt om toch te overleven en je ei te kunnen leggen. Ja. We gaan lekker muziek maken. Ik heb vanmiddag, je hebt al twee keer gespeeld op het Jam Stage. Prachtig, energie-neutraal, helemaal circulair, met windenergie. Ja. Dat is ook wel iets wat je belangrijk vindt, hè? Want dat is de toekomst, denk ik. Absoluut. Ja, mijn huis op Bonaire is... Wat ik aan het proberen aan het doen ben, dat is niet heel eenvoudig, maar is gewoon helemaal off-grid te gaan. Op Bonaire heb je altijd zon, je hebt altijd wind, je hebt altijd water. Dat is een onuitputtelijke bron eigenlijk. Zolang het zonnetje schijnt en regent en de zee daar is en de wind daar is, kan je eigenlijk... Het probleem is natuurlijk dat de olielobby ook daar gewoon heel sterk is. Dus daar vecht je wel tegen. Dus ik heb mijn hele dak ligt vol met zonnepanelen en windmolletjes en regenwater. Maar je krijgt gewoon gedonder met de energiebedrijven. Want die willen gewoon toch nog steeds. Terwijl Bonaire is een kleine gemeenschap. En ik begrijp niet dat de Nederlandse regering niet zegt van joh, oké, Bonaire hoort bij Nederland. Dat is nou een eiland wat bij uitstek geschikt is om te zeggen van jongens, fossiele brandstoffen, dat moet maar eens afgelopen zijn. Laten we daar gewoon een experiment van maken. Het kan. Ja, de natuur als onuitputtelijke bron van energie. Nou, laten we ook eens even testen of Bonaire voor jou een onuitputtelijke inspiratiebron is. Je gaat nu twee mooie liedjes spelen. Wat ga je doen voor de mensen die hier aan boord zitten te hunkeren naar je muziek? Nou, dat weet ik niet. Want ik ga gewoon op die boot zitten en dan zie ik het wel. Nou ja, dat lijkt mij dan goed. Geef geen antwoord en ga gewoon lekker spelen, man. Even te kijken. Ja, ik dacht één liedje wat ik graag speel is een liedje van... Een liedje van J.J. Kill. Ja. J.J. Kill, vind ik wel geweldig. Ik vond het wel leuk op die boot ook en zo. En, ik ga eens kijken of dat... Dames en heren, mag ik een warm applaus. Laat ons verrassen. J.B. Meijers. Dankjewel. Het is een heel zacht liedje. Mooi. Ja, het is... we gaan langs de darkness. Dol op de darkness. Justin. Ik probeer de lult er nog een beetje te houden, denk ik. Oké. Het liedje van J.J. Kale, het gaat over een bloem.
Ja.